Wat voor soort man is het? Afstandelijk. Niet iemand met wie je makkelijk iets meer dan een professionele relatie opbouwt. Secretaris-generaal van de NAVO is natuurlijk ook niet de grootste vriend van de Russische Federatie, moet je daarbij zeggen. Dus mijn gesprekken met hem waren altijd toch redelijk op het scherp van de snede, omdat we het over een aantal dingen zeer oneens waren. Dus afstandelijk. Maar er kunnen ook momenten zijn dat het iets vriendelijker toe gaat. Maar ik zou toch afstandelijk willen nemen als kernbegrip hier. Ja, het is niet iemand die probeert dingen die spannend zijn met humor te ontzenuwen. Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Maar dat als je zijn achtergrond kent en weet en zijn persoonlijke historie, dan ligt dat ook niet voor de hand, zo'n karaktereigenschap. Nee, zo'n ervaring. Als u hem ontmoette, welke taal werd er gesproken? Want hij spreekt natuurlijk ook buitenlandse taal. Ja, dat begon altijd in Duits. Want hij spreekt natuurlijk als oud spion in Dresden, in het boeren- en arbeidersparadijs, de Duitse Democratische Republiek, spreekt hij vloeiend Duits. En hij begon altijd bij de eerste begroeting en de small talk, om het zo te zeggen, in het Duits. Maar meestal had hij dan een delegatie bij zich dan ging het al snel over het Russisch. Ik heb één keer een wat langer gesprek in het Duits met hem gevoerd. Dat was niet als SG NAVO, maar als minister van Buitenlandse Zaken. Tijdens de ontvoering van Arjan Erkel. Toen we niet precies wisten waar hij zat, hoe het met hem ging. En toen heb ik om een bilateraal gesprek, dus een één-op-één gesprek met Poetin gevraagd. Dat ook gekregen. En dat ging voor een groot deel in het Duits. Ja, en ook bijvoorbeeld, want dat is dan een heel ander soort gesprek wat u toen waarschijnlijk heeft moeten voeren. Is die dan, ik bedoel, kent die verschillende... Jawel, dan zie je wel enige tekenen van ontspanning. Wij hadden gemeenschappelijke liefde voor Labradors, voor honden. Hij heeft een Labrador, zoals iedereen weet. Daar maakt hij ook politiek van tijd tot tijd gebruik van om Merkel schrik aan te jagen. Maar dat is weer een ander verhaal. En de Labrador, wat natuurlijk in principe een buitengewoon vriendelijke hondensoort is, dat was een band. Hij heeft er een, wij hadden er een. En dat is dan een onderwerp wat je dan ook even aanroert om te kijken, is er iets van het ijs te breken met hem? En dat lukt ook dan wel op zo'n onderwerp. Niet op raketverdediging of andere moeilijke dingen, maar de Labrador wel. Ja. U stond natuurlijk in zekere zin lijnrecht tegenover zijn idee van het buitenlandse politiek. Hij houdt niet van de NAVO, nee. Misschien in veel opzichten is de NAVO eigenlijk in zijn optiek de vijand. Een reliquie uit het verleden. Ja, in de officiële Russische strategie is de NAVO de vijand, de opponent. En dat maakt gesprekken natuurlijk met hem of met Russen, Russische ambassadeurs, vertegenwoordigers van Rusland, binnen de NAVO altijd tot spannende gesprekken. Dat is volstrekt helder, ja. Ja, want hij is dan ook wel binnenskamers volstrekt duidelijk over wat zijn ideeën daarover zijn. Zag u daarin een ontwikkeling bijvoorbeeld? Hoe hij zich uitsprak in de NAVO-raad bijvoorbeeld? Nou, wat hij gezegd heeft, dat weet iedereen. Hij wordt gedreven door het beginsel dat het einde van de Sovjet-Unie, van de USSR, een majeure geopolitieke catastrofe was. Hè? Dat heeft hij gezegd. En zo zit hij in elkaar. Hij heeft zich natuurlijk altijd zeer krachtig verzet tegen uitbreiding van de NAVO en uitbreiding van de Europese Unie. Hij vond dat wij daarmee te dicht bij hem kwamen, te dicht bij Rusland kwamen. Hij gebruikte altijd dat begrip omcirkeling. Jullie zijn mij aan het omcirkelen. Jullie moeten daarmee stoppen. Nou, dat gebeurde niet. Toen ik aankwam in 2004 bij de NAVO, zaten er 19 landen om de tafel. Toen ik wegging in 2009 waren dat er 28. Dus een heel snel proces geweest. Dat heeft een enorme clash, een enorme botsing gegeven toen president Bush ook Georgië en Oekraïne op het pad naar de NAVO wilde zetten. Natuurlijk heeft Poetin gezegd, dit is een absolute rode lijn. Daarin werd hij gesteund, krachtig gesteund door Merkel en de toenmalige Franse president Sarkozy, die daar niets van moesten hebben. Dat heeft tot een enorme clash geleid. En daar is de rode lijn van Poetin tot op heden een politieke rode lijn gebleven. Want er is geen zicht op NAVO-lidmaatschap van Oekraïne of van Georgië. Nee, maar heeft de NAVO daarmee ook, zeg maar, zijn denken aangescherpt of zijn houding of misschien wel, zeg maar, zijn assertieve buitenlandse politiek mede gevormd? Jawel, dat is natuurlijk begonnen onder George W. Bush in de hele discussie over raketverdediging, missile defense. Dus hij had de uitbreiding van de NAVO, wat een permanent thema was wat terugkwam.
Hij had raketverdediging, niet gericht tegen Russische raketten. Daar hoef je geen Einstein voor te zijn om dat te begrijpen. Maar dat werd door hem enorm stevig aangezet en aangegrepen om confrontationele onderwerpen met de NAVO te zoeken. Nou, die waren er dan ook. En dat heeft van lieverlede, maar ik praat nu over mijn, dus aanhalingstekensperiode tussen 2004 en 2009, van lieverlede heeft dat de relaties behoorlijk vertroebeld en verzuurd. Georgië wederom, de invasie in 2008, na die top waar hij zo boos werd over Georgië en Oekraïne en de NAVO. En dat heeft geleid, toen ik wegging en afscheid nam, maar dat is ook alweer een hele tijd geleden, tot een behoorlijk verzuurde relatie. Nou, we kennen de geschiedenis daarna, culminerend in het drama rond MH17 en het drama rond de annexatie van de Krim en het conflict in Oost-Oekraïne. Ja, maar toch, tijdens uw tijd waren de eerste sporen daar eigenlijk al zichtbaar van. Want in een NAVO-top heeft Poetin heel duidelijk aangegeven hoe hij denkt over, en hoe Rusland denkt over de omliggende landen, Oekraïne en Georgië. Zeker. Hij beschouwt dat als zijn nabije buitenland, near abroad in het Engels. En dat near abroad, dat nabije buitenland, daar wil hij eigenlijk, als je diep in zijn hart kijkt, exclusieve politieke invloed. En dat geldt ook voor Oekraïne. Nou, dat maakt hij niet waar. We kennen de geschiedenis van Oekraïne. Dat geldt zeker ook voor een land als Georgië. Dat geldt voor Moldavië, voor Belarus, voor Wit-Rusland. Ik denk dat dat ook geldt voor Armenië en Azerbeidzjan. Hij wil daar zoveel mogelijk politieke invloed. En daar zit en zat de NAVO hem in de weg. En dat culmineerde op die NAVO-top in 2008, waar Bush begon te duwen voor Oekraïne en Georgië. Nou moet u zich realiseren, moet ons realiseren, dat Oekraïne natuurlijk de bakermat is van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Die is in Kiev ontstaan toen de toenmalige heerser zich bekeerde tot het orthodoxe christelijk geloof. En vele Russen, niet alleen Poetin, beschouwen Oekraïne als deel van moeder Rusland. Kiev van Rus noemen ze dat. Dus het is niet zo verwonderlijk dat toen Bush enorm begon te duwen op Oekraïne en op Georgië, dat Poetin daar een rode lijn trok. Nou, toen kwam in het NAVO-communiqué van 2008 te staan, they will become NATO members. Zij zullen NAVO-lid worden. Oekraïne, Georgië, daar stond geen datum bij. Dat was het compromis. Maar dat heeft hij toch gelezen als een groot gevaar voor de Russische Federatie. En ik zie een rechte lijn van die top in 2008 naar de invasie in Georgië in augustus 2008. Die top was in april 2008. En als je iets stoutmoediger die lijn doortrekt, dan kun je hem ook wel doortrekken, denk ik, naar het Russisch beleid vis-à-vis Oekraïne. De revolutie in Oekraïne en uiteindelijk de annexatie van de Krim en het bevroren conflict in Oost-Oekraïne. Ja, want hij heeft dat ook met zoveel woorden tijdens die top gezegd. Ja, hij zei tegen mij in een gesprek wat ik met hem had nadat dat communiqué was uitgekomen, zei hij tegen mij, ik herinner me die woorden nog letterlijk in het Engels, Mr. Secretary General, this will not be. Dit gaat niet gebeuren. En ik dacht, laat ik nou eens een naïeve reactie geven. En ik zei, weet ik ook van mezelf, meneer de president, wat bedoelt u? En toen zei hij tegen mij, ik veronderstel toch, secretaris-generaal, met een half lachje, dat u uw eigen communiqué gelezen heeft. Nou, daar stond dus in, Oekraïne en Georgië worden NAVO-lid, op een willekeurige termijn, geen termijn eigenlijk. En dat heeft hij toen als een serieuze bedreiging opgevat, heeft zijn rode lijn getrokken en heeft daar zijn beleid ook aan gekoppeld, inclusief een invasie naar Georgië. Ja. Heeft u de indruk over de jaren dat hij daardoor, ik weet niet precies hoe je het moet zeggen, maar misschien dan ook stoutmoediger is geworden? Misschien zelfs wel agressiever, omdat hij het gevoel kreeg dat zijn punt... Want de relatie is wel ontwikkeld. Voordat u aantrad was die relatie min of meer ingewikkeld, maar het werd naar elkaar. Die was heel redelijk in 2004 toen ik aantrad. Ja, ja. Die was behoorlijk heeft u gezien dat zeg maar de houding van het Westen en de houding van Rusland eigenlijk tot een... misschien zijn karakter en zijn houding in dit conflict, zo van nou, dan maar tot het uiterste. Ja, ik denk dat dat in zijn DNA zit. En tot het uiterste, ik denk dat hij, en dat is aan onze kant natuurlijk wel eens anders, als hij een rode lijn trekt, dan is dat een rode lijn. En die rode lijn trok hij in Boekarest, in dat gesprek met mij, en dat heeft hij uiteraard ook tegen anderen gezegd. Luister eens, dit ga ik niet accepteren. Het was nog geen NAVO-lidmaatschap van Georgië en Oekraïne, maar het was wel een belangrijke stap op weg naar de NAVO.
interessant om op te merken dat, dat Bush dat wilde, maar dat zijn minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, en zijn minister van Defensie, Bob Gates in dat tijd, daar helemaal niet zo enthousiast over waren. Maar de president is de commander-in-chief. Bush drukte en drukte en drukte. Steeds grotere tegenstand van Merkel en Sarkozy, het Duits-Franse koppel, natuurlijk buitengewoon belangrijk ook binnen de NAVO. Nou, en ik zou haast willen zeggen, de rest is geschiedenis. Het communiqué kwam er en de invasie in 2008 in Georgië kwam er. En een verdere verslechtering van de relaties kwam er. Ja, maar zeg maar, denkt u, als u terugkijkt zeg maar, over die jaren, dat dat altijd in hem heeft gezeten of dat bij hem ook iets geëscaleerd is door die discussie? Ik denk dat met name door de snelheid van de uitbreiding van de NAVO en de uitbreiding van de Europese Unie. Want Poetin moet van het economische model van de Europese Unie ook niet veel hebben. NAVO is natuurlijk het hoofdelement van zijn weerstand. Maar je moet daar ook uitdrukkelijk de Europese Unie bij noemen. Ik denk dat die snelle uitbreiding, die sneller gekomen is misschien dan wij dachten en zeker sneller is gekomen dan hij dacht, dat die wel degelijk heeft bijgedragen aan zijn positionering en aan zijn scherpe afbakening van wat hij dan beschouwt als zijn eigen territorium. Afgebakend met dat begrip het nabije buitenland, ja. Waar ik Poetin, waar Rusland exclusieve politieke invloed moet hebben. Ja. Heeft u de indruk dat het in die discussie, maar misschien ook wel in andere discussies als u het waarneemt, eigenlijk iemand is die... Is die voorspelbaar of juist onvoorspelbaar in zijn reacties? Ik bedoel, dus dat is eigenlijk de vraag. Is wat hij over de afgelopen jaren heeft gedaan vanaf dat u secretaris-generaal was, is dat eigenlijk een soort van het een volgt automatisch op het ander of zitten daar ook emotionele onvoorspelbare kanten aan? Ik zie wel een consistente lijn. Er zijn twee onderwerpen, en dat is ook consistentie en ook een zekere evenwichtigheid in zijn handelen. Hij is vuurbenauwd voor wat dan heet regime change, voor verandering van regime. Hij is enorm geschrokken van de zogenaamde kleurenrevoluties. Hè. In Oekraïne hebben we dat gezien, hij heeft dat in Kyrgyzstan gezien, in Centraal-Azië. Hij heeft het in Georgië gezien. Hij is vuurbenauwd voor verandering van regime. Een van de redenen dat hij Assad in Syrië is gaan steunen. Hij weet wat hij heeft aan Assad en hij weet dat als Assad daar zou vertrekken, dat daar dan een extremistischer Sunni-regime in Syrië zou komen. Daar is hij doodsbenauwd voor. Tweede punt waar hij erg benauwd voor is, dat is eigenlijk gekoppeld qua Syrië aan het eerste, dat is Sunni-moslim-extremisme. En dat dat dan met name overslaat naar een week deel van zijn Sovjetrijk, namelijk naar de Caucasus. Denk aan Tsjetsjenië, denk aan Dagestan, denk aan al die delen van de Russische Federatie die daar liggen en waar hij zeer benauwd is voor moslimfundamentalisme. Dat is een consistente lijn in zijn denken. Hij heeft altijd nooit begrepen en mij ook in gesprekken en anderen enorm bekritiseerd, hoe komen jullie er nou bij om Kosovo te gaan erkennen in de Westelijke Balkan? Dat wordt straks herenigd met Albanië. Dan hebben jullie daar een moslimstaat in je achtertuin. Hoe is het mogelijk? Ik begrijp dat niet, zei hij dan. Er zit consistentie in die lijn tegen regime change en angst voor moslimextremisme. Het andere deel van de consistentie is zijn verzet, en dat heeft hij ook aangetoond, ja, tegen die NAVO-uitbreiding, tegen de uitbreiding van de Europese Unie. Dat model van jullie komt voor mij oncomfortabel dicht bij mijn grenzen. En dat is ook de reden in afgeleide zin dat hij zich is gaan verzetten tegen dat associatieakkoord van Oekraïne met de Europese Unie. Niet omdat de Europese Unie hem in enige wijze militair bedreigt, dat kan hij bij de NAVO nog construeren, ook niet zo, maar kan hij nog construeren. Maar omdat hij bang is voor het model van de Europese Unie. Hij heeft in Polen gezien wat dat betekent. Hè? Wat de Polen nu in financiële-economische zin, laat ik het even niet over de politiek hebben bereikt. Als hij dat in Oekraïne ook ziet gebeuren, dan komt dat voor hem angstig dicht bij de grens van de Russische Federatie. En dat wil hij niet. Dus samengevat, hij is een consistente man wat dat betreft. Ja, het komt erbij, want eigenlijk zit er voor de 2008 bijeenkomst nog een andere bijeenkomst. München. Ja.
dat was eigenlijk maar voor het eerst dat de buitenwacht heel duidelijk hoorde van Poetin wat zijn visie was op het buitenland, op de NAVO. U was daarbij. Ja. Toen u dat hoorde, wat dacht u toen? Nou, het was een coming out, in politieke zin. Hij zei daar, moet u goed luisteren, de Russische Federatie is door een moeilijke periode gegaan. De muur is gevallen, de Sovjet-Unie is beëindigd, hè, die majeure geopolitieke catastrofe, zoals hij het noemde. Hier ben ik, Vladimir Vladimirovich Poetin, en ik ga in het Hol van de Leeuw, de Münchner Sicherheitskonferens, waar de hele wereld die zichzelf serieus neemt op veiligheidspolitiek gebied bij elkaar komt in februari ieder jaar. Daar zal ik mijn coming-out, politieke coming-out beleven. Nou, dat deed hij dan ook. En dat was voor mij, en ik denk voor vele anderen in die zaal daar in München, was dat bepaald een buitengewoon bijzonder moment. Ik moet eerlijk zeggen, ook wel een schok. Daar stond de Russische leider en die zei tegen de verzamelde intelligentsia, tussen aanhalingstekens, veiligheidspolitiek intelligentsia, hier ben ik en jullie zullen rekening met mij moeten houden. En dat heeft hij ook bewezen, daar heb je weer het element van consistentie, in zijn gedrag sindsdien. Ja, maar u zit op de eerste rij en ik heb die beelden terug zitten kijken. Ja. En ik weet niet of ik het ongemak projecteerde, maar je krijgt toch de indruk dat die eerste rij, want daar zat Merkel ook en anderen. Als u dat dan hoort, bent u dan daar ook mee bezig van hoe moeten we... Wat gaat er dan in iemand om? Kijk, nou ja, naar je buurvrouw of buurman van... Nou, je zegt wel tegen je buurman of buurvrouw, tjongejongen. Maar het kost altijd even tijd. Zeker bij mij, of in ieder geval niet zeker, maar in ieder geval bij mij. Om dat dan te verwerken. En dan is hij uitgesproken en dan krijg je de discussie. En dan merk je in de discussie en in de vragen, merk je wel hoe dat is geland. En dat je daar getuige bent geweest van een majeur buitenlands politiek moment. Je zit geconcentreerd te luisteren naar die speech, in vertaling uiteraard. En dan moet je, ja, in het moment daarna moet je zoiets verwerken. Maar dat het iets bijzonders was, ja, dat was mij wel duidelijk. Hoe het dan precies geduid wordt en hoe je het zelf moet duiden, daar heb je wat meer tijd voor nodig. Althans, daar heb ik wat meer tijd voor nodig. Ja, nou is het charmante van de Sicherheidsconferentie, dat gebeurt in zo'n hotel en dat is allemaal reuze informeel na afloop. Ja. Is dat dan iets wat inderdaad gonst? Onmiddellijk, want er zijn ook talloze journalisten. Er lopen Amerikaanse senatoren rond. Ik geloof dat John McCain er ook bij was die ochtend. En dat zit zo dicht op elkaar dat daar, laten we zeggen, aan het einde van zo'n dag ofwel een volledige consensus is. Die was er in dat geval. Dit is een bijzonder moment. Hier staat de Russische leider. Of dat, maar dat was toen niet het geval, er verschillende meningen zijn en men elkaar in de haren vliegt over wat heeft die man nou precies bedoeld. Nou, dat gebeurde in mijn herinnering op die dag absoluut niet. Men was het erover eens. Hier, dit is de politieke coming out van Vladimir Vladimirovich. En ja, in die zin is het historisch een bijzonder moment. Ja. De reactie op Georgië, dat was gewoon een militaire reactie. Is dat een onderschatting geweest van Bush en anderen die ervoor pushten, waartoe Poetin bereid is om zijn punt te maken? Ja, ik denk als ik erop terugkijk, ook bij mezelf op terugkijk, dat ik op die moeilijke en moeizame top in Boekarest in april 2008... er als secretaris-generaal van de NAVO niet in geslaagd ben om partijen in voldoende mate bij elkaar te brengen. Daar ben je toch als secretaris-generaal van de NAVO voor. Ik zeg dan weer ter verdediging van mezelf, als de olifanten gaan vechten, en dat was daar het geval, hè? De olifant Merkel, de olifant Bush, de olifant Sarkozy, de olifant Bush. Ja, dan kom je als secretaris-generaal in een positie dat je ook niet veel meer kunt. Ik heb iedereen toen de zaal uitgestuurd. Er zitten in zo'n zaal op zo'n top natuurlijk een paar honderd mensen. En gezegd van alleen regeringsleiders en staatshoofden plus één assistent die dan aantekeningen moet maken. Nou, dat liep in die zaal al snel uit de hand. En hoe bleek dat? Nou, dat blijkt uit het feit dat een aantal van de Baltische landen en Oost-Europese landen Merkel besprongen figuurlijk. En ruzie met haar kregen. Waarom blokkeer jij nou de gang naar de NAVO van Oekraïne en Georgië?
Ik herinner me nog dat Merkel daar in, als een soort bijenkoningin zat op een stoel met al die regeringsleiders en staatshoofden om zich heen. Een bijzonder moment op zo'n top, waar je dan ook niet meer kunt regisseren. En ik hoorde Merkel op een gegeven moment uiteraard in het Duits roepen tegen die Baltische staatshoofden en anderen. Sie kritiseren Deutschland? Ich bin Deutschland, riep Merkel daar geëmotioneerd uit. Nou, dat leidde tot het communiqué, they will become NATO members uiteindelijk, was het compromis. En ja, daar heeft Poetin van gezegd, dat kan ik niet accepteren, dat is onacceptabel. En ik denk dat wij toen, maar laat ik namens mezelf spreken, dat ik heb onderschat, zeker na die opmerking van Poetin de volgende morgen, this will not be Secretary General, tegen mij als NAVO-secretaris-generaal, dat ik toen heb onderschat wat daarop zou kunnen volgen. Nou, wat daarop is gevolgd is de invasie in Georgië in 2008. Ja, en misschien ook wel de bezetting van de Krim en... Nou ja, ik durf wel, maar de historici zullen moeten beoordelen of dat een correcte conclusie van me is, ik durf de lijn wel door te trekken. Ik moet er in het Georgische geval bij zeggen dat daar natuurlijk Saakashvili toen zat als president van Georgië. Nou, als je nou Saakashvili noemt, is dat ook niet bepaald een voorspelbare figuur. En ook niet iemand die toen heeft meegeholpen aan het voorkomen van die invasie. Ik denk dat Poetin altijd al de bedoeling heeft gehad om Georgië binnen te trekken. Anekdote, ik herinner mij, het was augustus, ik was vakantie aan het vieren in de Peel hier in Nederland. Of all places zou ik erbij zeggen. Had een hele moeilijke gsm-telefoon, mobiele telefoon, die dan gescrambled was, want dat moest allemaal in veiligheid. En ik heb daar in de Peel, bij het huis wat wij huurden daar, heb ik op die krakende gsm-telefoon Saakashvili aan de telefoon gehad. En tegen hem gezegd, meneer de president, doe geen domme dingen, lok de Russen niet uit. Want er waren natuurlijk wel aanwijzingen, opbouw van troepen, dat hij dit zou doen. Saakashvili begon tegen mij te schreeuwen en te roepen. Ik schakelde dat ding uit met het idee, ik heb niet het idee dat ik hem heb overtuigd. En de nacht op dat telefoongesprek, wat aan het eind van de middag plaatsvond, is Saakashvili toen ook begonnen met het afvuren van granaten op Schinwali. Nou, de rest is geschiedenis, zeg ik weer. Poetin is binnengetrokken. Ja. Dus Saakashvili heeft daar nou ook niet bepaald geholpen aan een de-escalatie van de situatie. Ja, maar de conclusie die je daar dan uit kunt trekken is dat als Poetin, of kun je die conclusie trekken, als Poetin een overtuiging heeft, dan is hij ook bereid daar heel hard voor te vechten. Poetins rode lijnen zijn rode lijnen. Als hij een overtuiging heeft, dan vecht hij daarvoor. En zijn overtuiging is, om een ander voorbeeld te noemen, en daarom is hij tegen dat associatieakkoord, als Oekraïne dat associatieakkoord met de Europese Unie sluit, nou dat hebben ze gesloten, en we weten allemaal wat daarop gevolgd is, dan komt dat economische model, wat voor mijn comfort betreft, politieke comfort betreft, een beetje te dichtbij. En dat is de reden van het gestook en het gedoe en het invloed willen houden, in ieder geval in het oostelijk deel van Oekraïne. Hij ziet wel in dat het westelijk deel van Oekraïne ook historisch veel dichter bij ons deel van Europa ligt dan bij Rusland. Maar in het oosten is dat andersom. En daar wil hij exclusieve invloed. En hij zal alles doen om te voorkomen dat Oekraïne te veel in het westelijke kamp terechtkomt. En daar is natuurlijk ook de grond van dat virulente verzet tegen Oekraïne op weg naar de NAVO. Mm-hmm. Is dat dan eigenlijk misschien ook een onderschatting van zijn karakter? Of misschien een volksaard? Weet ik niet of dat zo is. Dat in de politiek misschien toch geprobeerd wordt, nou kijken hoe ver hij durft te gaan voor zijn overtuigingen. Ja, dat Poetin de wereld verrast op zo'n moment, dat hij denkt van heel ver. Nou, dat weet ik niet, want er was bij George W. Bush natuurlijk ook een enorme drive, om het in het Engels te zeggen, een enorme ambitie. En je zit met die uitbreiding van die NAVO en de EU, ook ik in mijn tijd, zit je altijd met het dilemma. Welk recht heb je om landen die willen toetreden tot de Europese Unie of tot de NAVO, als ze voldoen aan de criteria en de voorwaarden, welk recht heb je om te zeggen nee, dat mag je niet? Nou, ik ben van mening dat als je naar de geschiedenis van Oekraïne kijkt, naar het ontstaan van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Kiev, Kiev van Rus, aan het feit dat niet alleen Poetin Oekraïne als deel van moeder Rusland beschouwt, dat je moet erkennen NAVO-uitbreiding, wat Oekraïne betreft, voor Rusland, misschien niet alleen voor een man als Poetin, te moeilijk ligt. En dat er altijd Russische rode lijnen zullen zijn te dien aanzien.
Nou ja, dan zegt de criticus, dan ga je in invloedssferen denken en dan garandeer je Poetin en Rusland een invloedssfeer. Ja, dat is dan inderdaad zo. En als wij die invloedssfeer in zijn ogen niet voldoende herkennen of erkennen, dan gaat hij verder. En ik denk dat hij met de annexatie van de Krim te ver is gegaan in mijn ogen politiek gezien. Je kunt geen grenzen in Europa na de Tweede Wereldoorlog met geweld wijzigen. Schending van het internationaal recht, daar stapt hij allemaal heel makkelijk overheen. Wij niet. En dat moeten wij ook blijven doen. We moeten niet erkennen dat hij zijn gang maar kan gaan. We moeten wel erkennen dat de snelle stappen op weg naar de NAVO, dat rode lijnen voor Vladimir Poetin zijn. Ja. Maar dat betekent niet dat je een politiek in alles uiteraard zijn zin geeft. Dat zou veel te ver gaan. Nou, als het gaat, want u was secretaris-generaal van een militair bondgenootschap. Politiek-militair bondgenootschap. Politiek-militair. Ja, nee, dat is een buitengewoon belangrijk onderscheid. Maar ook militair. Ja. En NAVO was ook bezig, wat is onze nieuwe taak en hoe wordt de nieuwe strijd gevoerd enzovoort. Als je nu kijkt naar de afgelopen 3 jaar. En de Russen hebben zeg maar, een soort van nieuwe vorm van strijd geïntroduceerd, die hybride vorm met waar media een rol spelen, waar hackers een rol spelen, waar oorlogstuigen een rol speelt. Als u daarnaar kijkt, hoe kijkt u daarnaar? Als iemand met een achtergrond in het politiek-militaire ik weet niet of je dat kunt zeggen van dit soort dingen. Is het vernieuwend? Is het verrassend? Nou, het is zeker vernieuwend. In die zin dat toen ik zelf in 2009 augustus afscheid nam van de NAVO, ik een NAVO achterliet voor mijn opvolger, die zeer expeditionair was. Die in Afghanistan 130.000, 140.000 militairen op de grond had met de partnerlanden. Die in Kosovo actief was, piraterijbestrijding, is nog steeds zo. Wat ik noem een expeditionaire NAVO. Een NAVO die ver van huis opereerde onder VN-mandaat in Afghanistan en elders. En als ik nu naar de NAVO kijk, zoals die zich heel snel heeft moeten ontwikkelen, dan is die NAVO, afgezien van het feit dat de NAVO ook nog expeditionair actief is, NAVO is nog in Afghanistan, is nog piraterijbestrijding aan het doen, dan is die NAVO door Poetin en door Rusland met het harde feit geconfronteerd dat er ook nog zoiets is als de kerntaak van de NAVO, als politiek-militair bondgenootschap. Artikel 5, het verdedigen van de integriteit van het NAVO-grondgebied. Denk eens even aan de Baltische landen. Dat is hier een makkelijk verhaal in Den Haag en in Brussel en in Parijs en in Londen. Ja, dat is ver weg. Maar als je in Estland, Letland of Litouwen woont en je ziet inderdaad de theorie van de hybride oorlogvoering, er is eigenlijk een permanent conflict, dat is wat de hybride oorlogvoering zegt. Gerasimov, de chef van de Russische militaire staf, Gerasimov-doctrine. De landen zijn permanent met elkaar in conflict. Ja, als je in Tallinn of Riga of Vilnius woont, de drie hoofdsteden van die drie Baltische landen, kijk je daar wel anders tegenaan. En daar moet de NAVO zorgen dat we Rusland in zodanige mate kunnen afschrikken en Poetin kunnen afschrikken, dat hij niet gekke dingen gaat doen. Ofwel in de zin van klassieke oorlogvoering, dat verwacht ik niet. Ik verwacht niet een massale militaire invasie in het Balticum. Maar ook niet in hybride oorlogvoering. Met inderdaad hacken, met cyberaanvallen, met het stoken van onrust in steden waar veel Russen wonen, in Estland en Letland met name. Ja, de NAVO is terug op zijn kerntaak. En wat constateert de NAVO? Dat als je militaire versterkingen wilt aanvoeren naar het Balticum, naar die regio, dat je dan niet zoals je denkt die tanks in 3 dagen daar kunt krijgen, maar dat 3 weken duurt. Met andere woorden, die kerntaak van de NAVO is decennia lang natuurlijk op de achtergrond geraakt en die moet nu met een enorme inspanning weer op de voorgrond. Nou, dat betekent de harde kant van de zaak, dus investeren in je defensie. Nou, daar is Nederland gelukkig ook nu mee begonnen, na decennia lang bezuinigen. En een krijgsmacht die een houtje-touwtje krijgsmacht is geworden door die bezuinigingen. Je zult ook, en dan kom ik aan de politieke kant van de NAVO, die eigenlijk de belangrijkste is, de NAVO is een politiek-militair bondgenootschap, je zult ook in de NAVO volop de dialoog moeten voeren, want binnen die NAVO bestaat natuurlijk niet per definitie consensus over hoe je het ten opzichte van Poetin en Rusland moet opstellen. Daar wordt in het oosten heel anders over gedacht. Daar wordt zelfs binnen het oostelijk deel van de NAVO heel anders over gedacht. Denk aan Polen en denk aan de andere kant aan Hongarije. Meneer Orbán is een redelijk grote vriend van meneer Poetin. Die houdt van een illiberale democratie, gestuurde, een managed democracy.
En meneer Kaczynski in Polen staat totaal aan de andere kant. Dus politiek is de relatie met Rusland binnen de NAVO altijd een lastig thema, een lastig dossier geweest, ook in mijn tijd en zeker ook nu. Heeft Poetin dan eigenlijk eerder zich ontwikkeld op dat terrein? Dus eerder gezien wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van een strijd in 2017? Jawel, maar die mogelijkheden worden hem politiek aangereikt, omdat Poetin heel goed weet, intelligente man, dat die consensus in de NAVO er niet is. Dat weet Poetin. Poetin heeft een stevig, helder en consistent NAVO-beleid. En de NAVO heeft aan zijn kant geen stevig, voorspelbaar en consistent Rusland-beleid. Want er is binnen de NAVO over Rusland geen politieke consensus. Daarom benadruk ik altijd zo het politieke karakter van de NAVO. Het is een politiek-militair bondgenootschap. En je kunt pas militair indien nodig iets doen als je politieke consensus hebt. Nou, die is er niet. En dat weet Poetin donders goed. Dus die speelt daarop in. En als ik Poetin was, zou ik dat denk ik ook doen. Dus hij is consistent, maar dat wordt hem gemakkelijk gemaakt om voorspelbaar te zijn. Ja, doordat hij weet dat, of het nou 2004 was toen ik aantrad, of 2017, nu wij praten, eind 2017, die politieke consensus is er niet. En die moet er wel zijn en die moet er wel komen. Ja. Strekt de blik van Poetin uit voorbij de nabije omgeving van Rusland? Je ziet nu dat hij in Syrië actief is, ze hebben een handelsrelatie met China, maar is dat prioritair voor hem of op het buitenlands beleid? Heeft hij andere accenten en wat is daar het idee achter? Ook daar is hij denk ik vrij consistent. Als u China noemt, dan is mijn antwoord en mijn reactie, China is veel eerder een rivaal dan een bondgenoot van Rusland. Kijk je naar Centraal-Azië, de stans, die landen, veel energie, veel olie en gas, dan wordt daar onder andere door Rusland en China een politiek gevecht geleverd om invloed. Maar daar is Poetin ook actief. Centraal-Azië staat niet op onze radar als West-Europeanen, maar is een buitengewoon belangrijk gebied. Hij is ook in China's machtspolitieke aspiraties, is hij natuurlijk eerder een rivaal dan een bondgenoot, hoewel hij het graag anders doet voorkomen. China beschouwt hem als het jongere broertje. Als je vergelijkt de macht en invloed van China, dan is het natuurlijk een enorm verschil tussen China en Rusland. Goed, Poetin weet, ik ben een kernwapenstaat, ik ben permanent lid van de Veiligheidsraad, ik heb vetorecht. Dus in die zin is Rusland en blijft Rusland een zeer belangrijke speler op het wereldtoneel. Hij is in Syrië militair zeer actief geworden, heeft ons daar eigenlijk een beetje op het verkeerde been gezet met een hele snelle militaire opbouw. Hij houdt niet van regime change. Hij moet zorgen dat Assad in het zadel blijft. Hij is in het nabije buitenland. His near abroad is hij buitengewoon actief. Ik zie in het Russisch buitenlands beleid zie ik een grote dosis consistentie. En hij heeft het natuurlijk makkelijk, want hij is geen democratie. Hij zegt op een persconferentie tegen journalisten, ja luister eens, dit is, u stelt een vraag en ik geef een antwoord. Nou, als ik dat tegen u doe, dan zegt hij, ja, ho eens even, meneer de hoofdscheffer, dat kan allemaal wel wezen. Maar dat antwoord van u bevalt mij niet. Nou, bij Poetin is dat anders. Democratieën hebben altijd haast, want er zijn eens in de vier of zoveel jaar verkiezingen en in de Verenigde Staten nog sneller. Democratieën hebben haast, Poetin heeft de tijd. En die kan dus consistentie ontwikkelen, wordt niet in de weg gezeten als hij in Syrië militaire opbouw pleegt, wordt niet in de weg gezeten als hij de Krim annexeert. Democratieën worden, en gelukkig, want daar zijn democratieën voor altijd in de weg gezeten. Als ze buitenlands politieke stappen maken van een enormiteit zoals Poetin die maakt. Dus hij heeft het in die zin makkelijk.